ik heb een heel spannend boek gelezen over machtsstrijd. Ik vond het een heel leuk boek, eigenlijk moet je het ook lezen omdat het zo leuk is. Het is een serie die Warrior Cats heet. Ik heb tot nu toe gelezen tot en met boek 4. Het boek is heel spannend omdat er heel veel gebeurt en je kunt meeleven met de hoofdpersonen. Hierdoor wil je eigenlijk graag weten hoe het afloopt. Ik vind het ook een avontuurlijk verhaal omdat je de katten steeds nieuwe gebieden ontdekken en een nieuw avontuur beleven. De vlog gaat over de twee delen die ik heb gelezen. Voor de storm en water en vuur. En Warrior Cats, de Engelstalige boekserie van de vier schrijvers, van de vier kinderboekschrijvers die zich samen in hen te noemen. Het eerste deel kwam uit op 21 januari 2003. Het kwam als eerst uit in de Verenigde Staten. Eerder Hunter bestaat eigenlijk niet, omdat het dus de vier schrijvers zijn: Jared Baldry, Kate Carey, Victoria Holmes en Tweety Sutherland. Ze waren verantwoordelijk voor het produceren van de populaire fantasiereeks Warrior Cats, die mensachtige avonturen beleefden. En dus de kattenclans volgde compleet met verraad, oorlog en liefde. Een hele beroemde serie, maar ze hebben geen prijzen gevonden, denken we. Want we hebben het op internet hebben we nergens gevonden dat ze een prijs hebben gewonnen. Het gaat erover dat toen vuur nog een kitten was dat er bij mensen leefde. En dat toen het grijshaard hem eigenlijk ging ophalen om bij de Donderclan ook te wonen. Want hij leefde al bij de Donderclan. Sinds toen leefde vuur bij de Donderclan. Hij is nu samen met zijn beste vriend Grijs, dus nu in de Donderclan leeft hij. Hij is 8 jaar oud gezien de mensenjaren. Hij heeft een zeer dapper karakter. Natuurlijk is het gezellig in de clan. Maar er zijn ook natuurlijk problemen. Want Tegkrouw, de commandant, die is eigenlijk een verrader. Want hij wil dus Blauwster vermoorden. Dat hij zelf de leider van de clan kan worden. Maar Grijsstreep en Vuur zullen hem tegenhouden. Want zij is enige weten dat hij de verrader is. Omdat hij Roodzaart heeft vermoord. Met Roodzaart is de oude commandant. De verhalen van de Warrior Cats over vier wilde kattenclans. Die al eeuwenlang in het woud leven. Volgens de regels. De leider is in gevaar. En moet proberen niet in de klauwen van Tergkant te vallen. Zoals je begrijpt. Is het verhaal niet realistisch, het is fictie. Want katten leven natuurlijk niet echt in clans. De hoofdpersoon van het verhaal Vuurhart, de nieuwe commandant van de Donderclan, moet zijn beschermen tegen de oude commandant Tergkrauw. Want hij wil dan van de Donderclan aanvallen om het leiderschap te kunnen overnemen. Want als je leider wordt, krijg je namelijk 9 levens van de Sterrenclan. Ook heeft Vuurhart als nieuwe commandant zijn poten vol met andere leden zoals Wolkpoot en Blauwster. Ik vond het een super spannend boek, omdat niemand was wie het bleek te zijn. Ik raad jullie dit boek ook aan, omdat ik het een heel leuk boek vond, heel spannend. En omdat je eigenlijk, wat niemand eigenlijk is zoals ze lijken te zijn.